Vandaag bij Robert Weters. Waarom jeuken muggenbeten eigenlijk? En wat kun je eraan doen? Dat verneem je vandaag allemaal bij Robert Weters. Wat een uitzicht. In de natuur wordt alles een avontuur. Mijn trouwe tent heeft me nog nooit in de steek gelaten. Zelfs toen het de hele zomer regende en onweerde, stond ze daar helemaal rechtop. Die ziet er toch wat wankel uit. Ach, kom op, niet om ver te krijgen en rotsvast. Verdorie, hoe kan dat nu? Haringen zullen niet diep genoeg gezeten hebben. Auw, oma, mijn arm jeukt zo. Ik heb overal jeuk. Oh. Ach, mijn schatten. Enkele muggen hebben jullie te pakken gekregen. Wisten jullie trouwens dat er overal ter wereld muggen zijn? Stop ermee. Niet krabben, Bennett. Dat maakt alles nog erger. Oh, maar het jeukt zo. Oma heeft gelijk, Bennett. Als je aan een muggenbeet krabt, jeukt hij alleen maar meer. En kan hij bovendien ontsteken. Maar waarom jeuken muggenbeten eigenlijk, Robert? Dat komt door het speeksel van de mug. Het speeksel? Ah. Ja. Als een mug jullie steekt, maakt het een heel klein wondje in jullie huid en spuit er vervolgens wat speeksel op. Dat veroorzaakt een allergische reactie. En dan... Ik weet het, net zoals bij vampieren. Als een mug je steekt, word je zelf een mug. Niet echt, Bennett. Maar het speeksel voorkomt dat je bloed snel stolt, zodat de mug daarna rustig wat bloed op kan zuigen. Waarom drinken muggen bloed? Dat is toch vies? Dat vinden muggen niet. Ze halen energie uit jouw bloed en kunnen zich zo voortplanten. Daarom zuigen ook alleen vrouwelijke muggen bloed. Omdat ze zo eitjes kunnen produceren. Maar het jeukt nog altijd verschrikkelijk. Ik ga nu toch krabben. En, wat is het gevolg? Nee, het jeukt echt nog meer. Kom kinderen, we pakken dat als echte strijders aan. Wat voedzame uitwerpselen op de beet en de zaak is opgelost. Verkoop toch geen onzin. Hier kinderen, leg dat op de beet. Dat zorgt voor afkoeling. Dan jeukt het niet meer zo erg. Dank je, oma. Nu heeft er mij ook eentje te pakken. Hai, nog eens. Waarom zijn hier zoveel muggen? Dat komt door het meer, Lisa. Vrouwelijke muggen worden aangetrokken door water, omdat ze daarin hun eitjes kunnen leggen. Dat is stom. Dat klopt. Muggen worden vooral aangetrokken door lichaamsgeur, zoals zweet. Maar ook je lichaamswarmte en de CO2 die je bij het uitademen produceert, trekken muggen aan. Nu ben ik weer gestoken. Weg met jullie beesten. Zwaai niet zo met je armen, opa. Dat helpt niet. En wat moet ik dan doen, rekenmachine? De beste bescherming tegen muggen is lange, gesloten kleding, waardoor muggen niet kunnen steken. Je hebt ons nog helemaal niet verteld hoe je ooit Bigfoot te graas hebt genomen, opa. Klopt. Let goed op. Ik was toen met mijn tent onderweg in Siberië. En het was ijskoud. Ik had mijn tent net opgezet en toen... Ik zat met mijn laatste blik spaghetti toen ik iets hoorde ritselen. Nou, dacht ik. Zo luid rammelt. Mijn maag nu ook weer niet.
Misschien kunnen we vandaag toch beter niet onder de blote hemel slapen. Tot volgende week, vrienden.